Schorpioen, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is voor week nummer 42. En dat is van maandag 14 oktober tot en met zondag 20 oktober. Dan de kaarten schudden om te kijken wat week 42 voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Schorpioen alsof week 42 een week is waarbij je over dingen gaat nadenken. Alsof er bepaalde besluiten genomen moeten worden. Dat kan voor jezelf zijn, dat kan buiten jezelf zijn. Maar ik heb wel het idee dat je voor jezelf wat aan het piekeren bent over dingen die moeten gaan komen. Je lijkt wat rust te halen uit herinneringen die je in het verleden hebt gemaakt. Dus ik denk dat je dat stuk voor jezelf vooral moet meenemen. Bepaalde dingen die er gaan gebeuren, zeker als het buiten jezelf is, heb je daar natuurlijk niet altijd invloed op. Je hebt natuurlijk wel invloed op hoe je met bepaalde dingen omgaat. Je kunt wel zelf bepalen van hoe je gaat reageren. Of je kunt zelf bepalen of dat je ergens wel of niet mee wil instemmen. Dus het is altijd een bepaalde vorm van invloed van jezelf. En je lijkt daar dus echt wel iets uit het verleden geleerd te hebben, wat je nu voor jezelf in de praktijk kan gaan brengen. En dat is een stukje wat het misschien net even wat lichter en wat makkelijker voor je gaat maken. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.